Yo, hey, what's up? Dit is Mario van Tagtime hier en leuk dat je kijkt naar deze video. We gaan even lekker aan de slag voor een leuke game PC voor rond de 1000 euro. Waar eigenlijk zonder problemen je favoriete games wel mee kan spelen. Wel zo op Full HD resolutie, sommige games misschien ook op 1440p. Maar je kan er eigenlijk wel hele toffe dingen mee doen. Zoals bijvoorbeeld GTA Roleplay. Kan die makkelijk aan. Een beetje overklok ervaring, compleet stille koeling en een flinke hoeveelheid aan aansluitingen. Als je dat allemaal nodig hebt, dan is de Gigabyte X570S Aorus Master het bord wat jij nodig hebt. Met ondersteuning van Wi-Fi 6E en Bluetooth 5, samen met een 14 plus 2 face design en aansluitingen voor 4x PCIe Express 4.0 SSD's, is dit de basis voor jouw ultieme AMD Ryzen beeld. En wil je hier meer over weten? Check dan de link in de beschrijving. Oké, het budget voor deze PC ligt dus op de 1000 euro. Dat wil dus zeggen dat al een flinke klap al wordt opgeslokt door de videokaarten. We moeten natuurlijk ook kijken naar een processor die daar wel een goede match mee is. En op dit moment is dat de Intel Core i3-1200F. Yes, dit hier is een Intel Core i3 uit de nieuwe Alder Lake generatie van Intel. En deze is geklokt op 3.3 GHz en de turbo naar 4.3. Je zal misschien nu al gelijk roepen van, hey, het is maar een i3. Dat kan je wel zeggen, maar toevallig heeft Optimum Tech van de week een hele interessante video hierover online gezet. Dus als je wil weten hoe dit ding nou presteert in games, en zeker ook gezien een mogelijke bottleneck, ik zou die even kijken aan het einde van de video. Nou, stel dat hij deze ook 4x performance cores in zich en ook nog eens met hyperthreading erbij. Dus dit is een hele interessante CPU, eigenlijk voor jouw leuke game PC. En dat is dus een CPU, de 1200F. Een hele leuke CPU om lekker mee te gaan gamen. Maar natuurlijk moet je wel nog even de rest van de onderdelen ook nog eens gaan hebben. Nou, in dit geval, een moederbord is wel de interessante. En dit is de Gigabyte B660M DS3 HDDR4. Dit is dus een moederbord wat geschikt is voor deze CPU en nog gebruik maakt van DDR4 geheugen. Dus je hoeft geen DDR5 kitje te halen ermee. Je gaat wel een kleine prestatieverschil hiermee merken. Maar DDR4, iedereen heeft wel ergens zo'n latje liggen of die kan je nog ergens gaan kopen. Daarom dat deze dan ook gekozen is. Nou, het is gewoon een heel recht toe recht aan moederbordje. Er staan ook twee M.2 sloten erbij. Je kan je geheugen later nog uitbreiden. En het geheugen is ook nog eens overklokbaar op de Intel B660 chipset. Dus wil je nou even extra snel geheugen erin prikken, dan is dat hier ook absoluut geen probleem mee. Nou, staat heb je ook bijvoorbeeld RGB-headers erbij. Nou, kijk even naar de achterkant. Ook daar is het qua aansluitingen best wel uitgebreid. Maar die videopoorten, die kunnen we niet gaan gebruiken. Want we gaan natuurlijk zometeen een eigen videokaart erin prikken. Yes, en dan gaan we door naar het geheugen. En we hebben sowieso minimaal 12 GB RAM nodig. Waarom? Steeds meer games die vragen sowieso wel 12 GB RAM of zelfs meer. Dus een kitje van 16 GB is dan zeker ook welkom. Ik heb hiervoor dus gekozen voor de Crucial Ballistics. En dit is een kitje met 2x 8 GB DDR4-3200. Omdat de moederbord ook ondersteuning heeft voor Intel XMP, kunnen we ook gebruik maken van deze hoge kloksnelheden. En dat ga je iets wel merken in de prestaties ermee. Nou, het is een best wel goedkoop kitje. Het is ook een mooi kitje. Het zit een leuke heatsink erop. Het ziet er niet lelijk uit. Alleen RGB verlichten moet je wel gaan missen. Dus ben je nou fan van een hele grote disco show in je PC? Ja, dan moet ik hier wel mee teleurstellen. Ja, en dan moeten we ook even kijken naar een leuk SSD'tje. Want we willen natuurlijk wel dat onze games wel heel snel worden opgestart. Dat je eigenlijk instant al bijvoorbeeld in Windows zit. En dat je gelijk al lekker aan de slag kan gaan. Dat kan je doen met deze SSD van Western Digital. Dit is de Western Digital Blue SN550. Het is een 1TB SSD voor rond de 80 euro. Maar daar betaal je dan ook voor. Hij is een klap sneller dan een harde schijf. Maar hij is wel wat langzamer dan andere concurrerende SSD's. Ga je dat merken in de praktijk? Nou, vergeleken met andere SSD's niet echt eigenlijk, maar met harde schijven ga je dat zeker wel merken. Nou, het is ook nog eens een M.2 SSD, dus deze is ook compleet uit het zicht op jouw moederbord. Volgende dingetje is natuurlijk ook de voeding. Kijk, we willen wel even een voeding hebben die voldoende capaciteit heeft, waar je zeker wel even lekker mee vooruit kan. Maar dat het niet zo eentje is waar je gelijk veel voor hoeft te betalen. Maar dat het toch wel een leuke voeding is. En daarvoor heb ik dus gekozen voor de Be Quiet System Power 9 van 500 watt. Geloof me, voor de gekozen onderdelen heb je zeker wel genoeg aan 500 watt. En Be Quiet maakt ook hele goede voedingen. Zijn ook nog eens heel erg stil. En ja, zijn eigenlijk prima dingetjes. Eén nadeel is alleen wel dat het geen modulaire voeding is. Dus alle kabels zitten gelijk eraan vast. Is wel een klein nadeeltje. Wel voldoende aansluitingen voor de videokaart. Want er zit maar liefst twee keer een 6 plus 2 pin power connector ervoor op. En je kan er zeker lekker je hardware op gaan aansluiten. En 500 watt is eigenlijk voor deze PC voor nu nog voldoende. Pas als je bijvoorbeeld een luxere videokaart wil gaan nemen. Of bijvoorbeeld een krachtigere CPU.
dan is wel een upgrade nodig. Maar voor nu, 500 watt om mee te starten is absoluut prima. Weet je wat trouwens ook prima is? Als deze video even een duimpje omhoog geeft. Laten we kijken of we bijvoorbeeld die 300 likes kunnen aantikken. En vergeet vooral ook niet te abonneren. Zou ik prima vinden. Hoe vaak heb ik prima al gezegd eigenlijk al in deze video? Natuurlijk, het volgende onderdeel wat we hebben is die behuizing. Je moet natuurlijk wel kijken naar een leuk kastje waar je alles erin kan pleuren. En het is natuurlijk ook een compleet eigen keus. Misschien heb je iets heel moois op het oog. Misschien wil je gewoon een standaard kastje. De keuze is geheel aan jou. Maar hiervoor is het dus gekozen voor de Charcoon RGB slider. Het is gewoon een leuk budgetkastje. Ja, met een leuk RGB effectje aan de voorkant. Maar het doet gewoon wat het moet doen. Het is een niet al te duur kastje. En ja, qua cable management zit ook prima op orde. Zit dan ook al een case van erbij. En als je eventueel wil gaan upgraden daarmee, dan kan dat natuurlijk ook. Qua airflow, it's decent. It's okay. Het is niet zo dat er in één keer een sauna in je PC zit. Maar mocht je nou bijvoorbeeld zelf een andere kast op het oog hebben, dan kan dat natuurlijk ook. De keuze geheel aan jou. Het ligt gewoon een beetje aan wat jij er al voor over hebt. Maar voor deze PC, de Charcoon RGB slider is hier zeker wel een goede optie ermee. Ja, en dan even die videokaart, want wat ga je er nou inprikken? Nou, je hebt momenteel twee verschillende opties ervoor. Voor dit budget heb je de optie uit een RTX 3050 van Nvidia, maar die zou ik laten liggen. Ik zou in dit geval kiezen voor deze videokaart van XFX. En dit is de XFX Speedster SWFT 210 met daaronder een Radeon RX 6600. Die Radeon RX 6600 is ietsjes langzamer dan een RTX 3060, maar wel een flink klap sneller dan een RTX 3050. Boeit DLSS voor jou nou bijvoorbeeld niet en wil je bijvoorbeeld niet gaan streamen, dan zou ik kiezen voor die Radeon RX 6600. Maar wil je daar nou wel gebruik van maken, dan kan je best kijken naar een RTX 3050. Nou, de Radeon RX 6600 weet toch wel hele leuke prestaties neer te zetten. Gamen op minimaal 100 fps is zeker mogelijk. Maar wil je bijvoorbeeld ook een beetje op 1440p gaan gamen, ook dat is hier ook wel mogelijk. Moet je wel sommige instellingen wat lager gaan schroeven. Maar ik denk dat je eigenlijk wel een hele goede keuze mee zal maken. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk ook wel af wat jij nou van dit lijstje vond. Laat me dat even weten in de reactie beneden. Want met deze PC kan je echt wel de komende tijd lekker mee vooruit. Bovenal, heb je zelf nog een leuk idee voor een koopadvies? Drop het vooral ook hier beneden. En vergeet deze video ook niet even een duimpje omhoog te geven. Zou ik ontzettend waarderen als je dat doet. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook niet even te abonneren op het kanaal. Thanks voor je support. Volgende week ben ik weer online met een paar nieuwe video's. En vanaf aankomende dinsdag ben ik dus weer live op Twitch. En ik zou het leuk vinden als je er weer lekker erbij bent. Thanks voor het kijken weer. Thanks voor je support. En zoals altijd zeg ik weer, tot ergens.